Een van de belangrijkste standpunten van de Piratenpartij is dat de Nederlander meer invloed moet krijgen op de overheid. Wij willen een transparante overheid in plaats van een transparante burger. Wij willen het auteursrecht updaten, zodat het past in de 21ste eeuw in plaats van de 18e eeuw. En wij willen octrooirechten updaten. Want informatie in het algemeen, uitvindingen en cultuur moeten zoveel mogelijk worden gedeeld. En dat zou ook gestimuleerd moeten worden, vindt de Piratenpartij. Maar in plaats daarvan gooit de overheid de rem erop en worden we met z'n allen steeds meer en meer gecontroleerd. Nu via het internet zeggen van we gaan alles wat iedereen op Facebook en Twitter zegt, dat gaan we afluisteren. Want dat is feitelijk wat er op het ogenblik gebeurt. Er staat al niet zeggen hoeveel. Nederland wordt op het ogenblik steeds meer gecensureerd. Nieuwe China? Wij noemen het wel eens Noord-Korea aan de Maas. Dat dat gaat echt die kant op. En niemand heeft dat in de gaten. En daarmee is de Nederlander volgens Poot de prooi van de overheid geworden. Maar de Piratenpartij denkt ook aan onze portemonnee. De huidige partijen die zijn zo ontzettend onbekend met de problemen in de ICT, dat die jaarlijks zo'n 7 miljard gewoon weggooien aan gewoon domme projecten die mislukken. En die veel beter op een andere manier ingericht zouden kunnen worden. In 2010 probeerde de Piratenpartij ook al in de Kamer te komen. Maar 11.000 stemmen waren niet genoeg voor een zetel. Ik ben waanzinnig trots op die 11.000 mensen. We hebben toen in 3 maanden tijd zijn we van een clubje van 30 man die plotseling een partij moest oprichten, naar de kiesraad moest rennen om nog heel snel in te schrijven, zijn we verdriehonderdvoudigd. Op het ogenblik staan we net onder de kiesdeler. Dus dat betekent dat we eigenlijk nog maar een heel klein sprongetje hoeven te maken om die ene zetel binnen te halen. En 2-3 zetels zou geen probleem moeten zijn.